Er zijn er wel een hoop die het wel weten dat het niet zo goed gaat. Maar er is bijna niemand die weet dat het waar wij de voedselbank lopen op dit moment. Een faillissement. Afgekeurd wegens ziekte en de schuldsanering. De familie Visser uit Dreumel moet noodgedwongen bij de voedselbank aankloppen. Wekelijks haalt moeder Nikki haar pakketten op met houdbare, maar ook verse en gezonde etenswaren. Kaas en groenten en fruit en veel brood. En ik heb hier 2 fles shampoo staan. Ja, iets lekkers voor de kinderen. En om die pakketten gevuld te krijgen, houden 7 regionale omroepen een grote inzamelingsactie. In de hele provincie zijn er allemaal lieve mensen heel hard aan het werk om houdbare producten in te zamelen voor de 11.000 klanten van de voedselbank. Daaraan doen zangers, supermarkten en omroepers mee. Dames en heren, jongens en meisjes, wij steunen de voedselbank. U toch ook, dames en heren. Iedereen in onze provincie die wil, kan meedoen aan de actie door houdbare producten in te leveren. Die verzamelde producten komen dan bijvoorbeeld weer hier terecht, bij de voedselbank in Beneden Leeuwen. Hans van Staver is een van de vele vrijwilligers die meehelpt door voedselpakketten klaar te maken. We hebben mensen met 3 of 4 kinderen. We hebben alleenstaanden. We hebben moslims voor het rekening mee gehouden. Dus die krijgen straks bij het vlees krijgen ze alleen vis. En dan hebben we voor de... Ja, er wordt gewoon rekening naar behoefte. Dus niet overdadig, maar goed. De pakketten voorzien in de belangrijkste levensbehoeften. En soms zit er ook wat lekkers in. Nou, de zak walnoten, die koop ik niet. Terwijl mijn middelste dochter daar heel dol op is. Ja, en die heeft dus wel eens. Mam, neem je walnoten. Ja, die koop ik niet. Dat is veel te duur. Dus die is hier heel blij mee, ja. Ja, zeker. Er is een strakke grens. Als je meer dan 110 euro per maand aan boodschappen kan besteden, dan kom je niet in aanmerking. En daarom ligt de voedselbank aanvragers helemaal door. Om te controleren of er geen misbruik gemaakt wordt. Voornamelijk bij de intake. Want dan zeggen ze al van, ik heb al zo'n grote stap moeten zetten om eerst naar de hulpverlener te gaan. En nu moet ik ook nog weer bij jullie op gesprek komen. En dan moet ik ook vrijdag nog de pakket komen halen. En zijn er geen bekenden van mij bij? Nou, de eerste keer als ze komen, dan zijn ze een beetje terneergeslagen, want ze komen bij de voedselbank. Ja. En na gelang ze hier dan komen, dan worden ze steeds enthousiaster. En het is leuk. Het is echt heerlijk. En dat wij dat dan voor die mensen mogen doen. Natuurlijk lopen mensen niet te koop met het feit dat ze bij de voedselbank lopen. Maar ik ben blij dat het kan. Ja, want het is een hele grote steun. Ja. Op dit moment zijn er door de actie al 50.000 producten ingezameld. Dat is al fors, maar het is de vraag of het record van vorig jaar, onder 23.000 producten, gehaald wordt. Nikki kan de producten goed gebruiken. En voor nu kan ze met haar gezin weer een week vooruit.